Als mijn vader nu zegt van ja, het mag niet, dan moet ik hier dus weg. En voor mij is dat natuurlijk wel kut, want... Wat vindt hij erg dan? Het buikdansen of zo? Of, Nou, het is echt niet de reden dat ik nog buikdansen. Als... En bij ons is dat gewoon anders. Laat staan als zijn vrienden straks gaan praten over mij, weet je. Kijk, dat vindt hij erg. En dat snap ik zelf. Ja, dus bij de repetities denk ik zich niet zo. Wat doe je hier, hè? Wat doe jij hier? Wat doe jij hier? Hè? Thuis. Naar huis. Jalla, Cyril daar. Trek jullie goed. Gaar. Hey. Wie ben je? Ik zoek meneer Marco. Klopt. Marco Gerrits. Ja, zou kunnen. Die zit als het goed is in dat kantoor erachter. Spannend. Mag je niet druk. Komt allemaal goed. Hey. Ja. Hey. U bent de vader van Jamila, hè? Ja, ik zoek meneer Marco alsjeblieft. En dat ben ik. Oh, je bent Marco. Gaat u zitten. Hij heeft je nog niet gezien, niks. Hij heeft je nog niet gezien, niks. Hey. En hij trekt zijn vooroordelen, weet je? Hij trekt zijn vooroordelen. Mijn dochter, zij mag niet dansen. Dat hoort niet bij ons cultuur. Dat bij ons normen en waarden. Maar wilt u mij zeggen dat in Marokko niet gedanst wordt of niet gefeest wordt? Of dat niet, maakt mij niets uit. De toekomst voor haar is gewoon studeren. En dan gaat zij gaan werken en trouwen en kinderen krijgen. En gewoon familie opbouwen. Dat is haar toekomst. Ik wil niet dat... Hoe moet ik het zeggen? Wacht heel even, jongens. We zijn even bezig. Oh, hey. Dat is je dochter. Zullen we haar even bijhalen? Of mag dat niet van jou? Ik heb het gevoel dat zij nog niet helemaal weet wat ze wil. Weet je wat? Ja. Ik ga niet meer verder in discussie. Zij gaat niet meedoen. Punt uit. Gewoon helemaal niet. Helemaal niet afgelopen. Geen zin om te praten. Eruit. Meneer, mag ik iets voorstellen? Uit alle respect, maar gewoon. Wij hebben binnenkort geven wij een kleine demo. Maar gewoon kijken. Moeilijk. Ja, maar voor mij is het ook moeilijk. Ik weet het niet, Om heel eerlijk te zijn, ik vind dat je echt eens moet komen kijken binnenkort. Omdat ik nou toevallig in een Marokkaans gezin geboren ben, kan ik niet doen wat hier iedereen doet? Jamila kan buikdansen, ze kan traditionele... Buikdans? Nou, ik noem maar iets. Meneer, ik bedoel, het kan ook een Marokkaanse traditionele dans zijn. Ik zou het leuk vinden om eens naar je dochter te komen kijken. Dat is het enige wat ik van je vraag. Met mama, met Najid, komen jullie gewoon kijken. En dan, ik beloof je, dan, als je dan zegt niet, oké, dan niet.